naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is kwam. Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Nou, je hebt heel veel zaken aangehaald en ik kan u heel veel vertellen. Toen ik met mijn eigen onderzoek bezig was, heb ik de recherche Nieuwe Grondaar ontmoet. En ik ga geen namen noemen, maar deze mensen hebben gezegd, meneer Sleur, we hebben u nodig. U gaat informatie aan ons moeten geven. Ik heb heel veel informatie doorgegeven. Echt heel veel, van foto's, van namen en noem maar op. En we zien dat deze mensen nog steeds vrij rondlopen. En er wordt gezegd van, we weten wie deze mensen zijn. En achter de schermen hoor je ook van, hé, deze mensen hebben hoge banden met mensen in onze politiek. Mensen hoog in de politiek. Hoger kan bijna niet. Dan weet je al dat zaken, dat die zo bekende blinde muren hier in Suriname weer gaan spelen. Mensen durven hun werk niet te doen bij de recherche. Maar ze gaan wel een vrouw die opkomt voor ons milieu. Voor de gezondheid van die mensen daar. Die duidelijk, terwijl het duidelijk is aangegeven dat er een probleem is. Dat deze mensen met cyanide werken. Wat bij wet verboden is. Alleen industriële bedrijven mogen met cyanide werken. Mogen het importeren, mogen het gebruiken en noem maar op. En deze vrouw wordt gearresteerd. En ze wordt nog het land uitgezet. Die vrouw heeft het Kumbaté hier begraven, daar in het binnenland. En dan wordt zij het land uitgezet en die buitenlanders mogen hier kak komen doen in ons land. Hé, dat maakt me boos. Dat maakt me vreselijk boos. En ik kan me niet voorstellen en ik hoop dat de Gramang en de mensen daar in het binnenland duidelijk zeggen van Asandis Nomang. Anomang. Het kan niet. Dit is wel de vloeistof die wij uit, uit een van die goudvelden hebben gehaald. Het ziet er een beetje gelig bruin uit. Het lijkt op urine. Maar hier zit dus heel veel cyanide in. We hebben 500 ppm gemeten. Dat doen wij met deze meter. Het is eigenlijk een soort kleuromslag. En hier hebben wij speciale teststrips. Deze teststrips die zetten wij hierin met de vloeistof. En als je alles goed doet, dan kun je een vrij goede concentratie krijgen van de hoeveelheid cyanide dus die hierin zit. Maar nu gaan we even, we hebben dus gemerkt dus dat er cyanobacteriën voorkomen. En ik moet even naar het monster wat ik ga gebruiken. Dat zijn die echte ziekmakers. Die cyanobacteriën. Ik ga het even in een microscoop zetten. Mm-hmm. Waar is mijn preparaatglaasje? Hier. Zie je het? Ja. Oké, okay, die gaan we dus hier. Dat zijn dus die cyanobacteriën. Deze. Dus die draadjes zo, die allemaal zo bij elkaar. Ja. En die kunnen dus heel veel toxische stoffen maken, waardoor mensen ziek worden en baby's kunnen overlijden. Dat is gewoon een feit. Wat daar is gebeurd moet onderzocht worden natuurlijk. Dus hier, ik heb nu twee strengen, een korte en een lange hier. En dan mag je aan deze knop, mag je lichtjes draaien terwijl je erin kijkt. Naar welke kant? En dan ga je dus diepte zien erin. Dus naar gewoon meer. Op en neer. Oh. Heel klein beetje. Mm-hmm. Je gaat het nu al zien. Hier veel weinig licht nu. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Kulturu TV Open Mic. Welkom in Sweetie Sarnang, 17e rijkste land van de wereld. En we vragen ons soms af hè, wat er in dit land gebeurt. Want een van de meest recente berichten is dat mevrouw Asawini, een activist die zo ver voor het binnenland omtrent de cyanide kwestie is aangehouden en wordt bedreigd om het land uitgezet te worden. We zitten met de heer Erland Sleur. Hij is van Probios.
En deze stichting heeft zich onder andere deze organisatie heeft zich bezig gehouden met de kwestie, vooral heeft aan de bel getrokken over het voorkomen van cyanide in onze binnenlanden. Wat ook speelt is dat hij ook een onderzoek heeft gedaan naast dat van de autoriteiten. Meneer Sleur, welkom bij Kulturu TV. De laatste berichten dat we van de overheid hebben gehoord is dat er 1600 maal cyanide voorkomt in het binnenland. Ja, ik heb het ook gelezen. Ik heb er nog niet echt me over uitgesproken, omdat ik zelfs ook mijn meting heb gedaan. Ik heb bij het stuurmeer zelfs, ik had maar beperkte toegang. Alleen daar waar die chemicaliën waren opgeslagen, daarbij in de buurt van Waterwood, Brownsweg, zo heb ik wat watersamples genomen. En die heb ik dus op cyanide gemeten. Die metingen waren nul. Dit wil niet zeggen, dat wil niet zeggen dat er geen cyanide in het water is of is geweest. Maar het is een groot gebied. Je kunt niet vanuit een enkele meting bepalen of een gebied verontreinigd is of niet. Wat ik wel heb gezien, en dat heb ik al eerder aangegeven, waren die groene slierten. Of een soort groenachtige verf leek het wel. De meeste mensen denken meteen aan algen, dat dacht ik dus ook, maar het had een hele felle kleur. En waterland had ik al vernomen, dus van de beheerder en van de eigenaar, dus dat mensen daar last van hadden gekregen, een soort krasjanesking. Dus ik had daar al een sample van genomen. Ik heb hetzelfde spul gevonden ook bij Stongeiland. En ik ben niet verder naar het zuiden geweest waar die boot is gezonken of zo. We hebben wel die vreemde slierten vanuit de lucht gezien op foto's. Die hebben we ook gedeeld. En dan ga je natuurlijk allerlei vragen stellen van hey, wat heeft dat te maken? We hebben weliswaar geen cyanide gemeten. Mensen worden ziek. Wat is dat groene spul? En zoals jij net zelfs met me hebt gekeken in het kleine laboratoriumpje wat ik heb, hebben onder de microscoop kunnen zien dus dat het om cyanobacteriën gaat. Deze cyanobacteriën komen normaal overal voor, maar dan in hele, hele lage hoeveelheden die normaal geen schade toerichten. Maar als er stoffen in het water komen of als er omstandigheden zijn dat het water dood is, het wordt erg heet, dan kunnen deze bacteriën, ze lijken op algen, maar het zijn geen algen, omdat ze geen vaste zichtbare kern hebben, een celkern. Daarom worden ze tot de bacteriën gerekend. En deze bacteriën die kunnen giftige stoffen maken, waar mensen dus ziek van worden, diarree. Het is wereldwijd bekend dat cyanobacteriën mensen heel erg ziek kunnen maken. Maar die metingen, althans die microscoopbeelden die wij hebben genomen, althans, we hebben het microscopisch onderzocht. Die maken duidelijk dus dat er cyanobacteriën in grote hoeveelheden in ons water voorkomen. En mensen moeten opletten als zij bij het stuurmeer komen of langs het water. Als zij dus deze vreemde groenige samenstellingen zien. Het lijkt een beetje op verf als het op zand terechtkomt. Het zit vaak tussen het gras. En we zullen wat beelden delen. Dan moet je het water al wantrouwen. En ik weet zeker dus dat het ook mee is gekomen in het drinkwater van de mensen. Mensen kunnen daar ziek van worden. Kinderen kunnen daar zeker van overlijden. En ik wil niet meteen in paniek veroorzaken. We hebben net vernomen dus dat er een kind overleden is. Dus dat moet ook onderzocht worden. Maar ik waarschuw hier al heel lang voor. En ik heb begrepen dus dat de overheid via de vicepresident nu verklaard heeft dat die meting die zij zelfs hebben gedaan. Let op, zij hebben zelfs metingen gedaan. Zij hebben verwarring gesticht door te zeggen dus dat er 1600 ppm parts per million aan cyanide in het stuwmeer was aangetroffen. Zij hebben dus eigenlijk verwarring gesticht. En nu komen ze corrigeren van nee, we hebben een fout gemaakt. Het gaat om een spul dat zij in die goudmijn hebben gevonden, blijkbaar van een Chinees. Ik heb datzelfde ook gemeten. Ook direct uit die goudmijn waar dat spul, die Yinchang, geactiveerd was. En ik heb het al eerder gezegd, dat spul laten ze in de zon rondpompen. En als het eenmaal samen met caustic soda blootgesteld wordt aan UV-stralen van de zon, dan gaat het ijzer splitsen van het cyanide,
krijg je dat vrije cyanide, dat zeer giftige cyanide, dat die Chinese goudzoeker nodig heeft om goudwinning te doen. Ik zeg bewust elke keer Chinese goudzoekers, want het zijn alleen Chinese goudzoekers die dit gebruiken. Ik heb het niet over onze Chinese mensen hier in Suriname. Dit zijn nieuwe Chinezen, mensen met dubieuze achtergronden. We kennen ze niet. Ze krijgen allerlei toegang tot concessies van andere mensen. Ze hebben vaak zelfs geen eigen concessies. Zij zijn degene die het ook importeren via bedrijven zoals Alu, Red Apple en ik heb ook begrepen Songda. Zij zijn degene die het ook produceren in China met allerlei valse samenstellingen die op de verpakkingen staan. Valse veiligheidsprotocollen, alsof het om veilige stoffen gaat. Dus als ijzercyanide het land binnenkomt, dan is het inderdaad op dat moment een veilige stof. Ik ga dat niet betwisten, maar het moment dat het geactiveerd wordt met zonlicht, het wordt gesplitst, dan kan je niet meer praten over veilige stoffen. Het is hetzelfde van als je keukenzout elektrolyse gaat toepassen op keukenzout, dan krijg je gevaarlijke stoffen, waaronder waterstof en chloorgas. Ik bedoel, het komt als een veilige stof je keuken binnen, maar als jij elektrolyse op keukenzout, een oplossing van keukenzout gaat doen, dan krijg je twee gevaarlijke stoffen. Eentje is brandbaar en de andere is giftig. Dus wij moeten goed opletten wat wij het land laten binnenkomen. Als deze goudzoekers aangeven, dus dat ze het gebruiken voor goudwinning, dan moeten ze ook de juiste procedure aantonen van hoe zij dat gaan doen. Nu hebben wij een onderzoeksrapport van UNASAT ook in handen gekregen. En dat kwam nadat ik een presentatie afgelopen week donderdag in de DNA heb gegeven. Op verzoek van de ondervoorzitter. En ik heb daar tekst en uitleg gegeven van hoe men hier met het spul omgaat. Ik werd tijdens deze presentatie door DNA-lid Tsang erop gewezen van dat het niet waar is wat ik zeg. Want zij hebben dat spul, Yinchang, maar je hebt ook andere merken zoals Eco Gold X en nog andere. Zij hebben gezegd van dat het niet om giftige stoffen gaat volgens dat onderzoek. Ik heb diezelfde avond heb ik het onderzoek in mijn computer, thans online gekregen. Ik heb het onderzocht en ik zag meteen dat er heel veel fouten in zaten. Er zaten heel veel tegenstellingen in en er zaten heel veel valse benamingen in. Want Yinchang wordt gezegd, dus is het een samenstelling van vier stoffen. En, maar als je iets verder leest, gebruikt men Yinchang alsof het een verbinding is. Maar dan praat men over de Yinchang goudverbinding. Yinchang kan je niet als een verbinding bestempelen. Het is een merk, het is een samenstelling van chemicaliën. En bij die samenstelling van die vier stoffen wordt het woord cyanide niet genoemd. Terwijl er wel degelijk het hoofdbestanddeel ijzercyanide is. Even verderop lees je in hetzelfde artikel, dus dat het om een milieuvriendelijke stof gaat. Met marginale hoeveelheden cyanide. Even verderop lees je een tabel waarin een Afrikaanse onderzoeker via Abaca Woods, een of ander onderzoeksbureau, 17 microgram cyanide per liter heeft gemeten in die vloeistof. Dus je komt allerlei vreemde zaken tegen. Men blijft het een milieuvriendelijke stof noemen, ondanks dus dat er in hetzelfde rapport ook aangegeven is, dus dat er cyanide in voorkomt. Met het proces van activeren wordt nergens benoemd. Nog erger, men geeft wel aan van dat er grote hoeveelheden natronloog, dat is caustic soda, gebruikt wordt om die pH, dat is de zuurtegraad van die vloeistof, hoog te houden. Dat men dat gebruikt en aan het einde van het proces moet dat met water worden geneutraliseerd. Nou, dat is de reinste onzin, want je kunt een basisoplossing, een alkalische oplossing met een hoge pH, en het gaat om grote hoeveelheden, kan je niet neutraliseren met water. Je kan het hooguit verdunnen, maar je kan het niet neutraliseren. Hier zie je al dat het niet om een wetenschappelijk rapport gaat, maar dat het gewoon om een of ander promotiemateriaal van de producent zelfs gaat. Wat ze gewoon letterlijk waarschijnlijk vanuit het Chinees naar het Nederlands hebben vertaald. Ze hebben heel veel rommel erin en ik vind het heel erg kwalijk, want op basis van dit document
hebben beleidsmakers besloten van dat het toegelaten wordt tot de goudwinning. En men is inderdaad op zoek naar alternatieven om kwik te vervangen. Want we weten allemaal dat kwik zeer schadelijk is voor het milieu en voor jou en mijn gezondheid. Maar deze spullen naar binnen halen als een soort Trojaans paard. We kennen het paard van Troje. Het komt veilig, zogenaamd als een, het komt binnen alsof het een veilige stof is. Maar ondertussen, het moment dat men het in de goudvelden gaat gebruiken, want zo kan men het niet gebruiken, moet het geactiveerd worden. Daarbij moet het ijzer van de cyanide gesplitst worden. En ik heb het al gezegd, men gaat het rondpompen in de zon. Men doet er heel veel caustic soda bij, want die is nodig om die samenstelling van die cyanide, die vrije cyanide, stabiel te houden. En dat ijzer wordt ontkoppeld en dan krijgen we dat zeer giftige cyanide. Dat is wat de overheid heeft gemeten, die 1600 ppm in die goudvelden. Ik heb zelfs 500 ppm gemeten. Dat zijn hoge concentraties aan cyanide. Een klein beetje, een paar druppels van dit spul is voldoende om je te doden. Maar ik geef duidelijk aan van wij hebben dat zelfs met die paar metingen die wij hebben gedaan niet gemeten in het stuw meer. En dan komen we weer terug op die cyanobacteriën. Dat zijn speciale bacteriën die toxische stoffen vormen. En ik heb dat duidelijk waargenomen. Ik vind het jammer dus dat onze instanties daar nog geen openheid over geven. Hebben ze het al zelfs gezien? Hebben ze het al ontdekt? Ik heb ze genoeg aanwijzingen gegeven dat die cyanobacteriën aanwezig zijn. Ik heb die samples hier. Ik weet zeker als ik nu naar die gebieden ga dat ik het alsnog kan vinden. Het zal natuurlijk in de loop van de tijd, als die ijzercyanide van die boot die gekanteld is ten zuiden van Matoe-eiland, als dat minder wordt, dan is de kans natuurlijk groot van dat die cyanobacteriën ook minder worden. Maar dan heb je monitoring nodig, je hebt metingen nodig, je moet controleren of het water nog gezond is. Enkele keertje met chloor doorspoelen, zoals wij dat afgelopen dagen hebben gezien, dat gaat niet helpen, want het water wordt over een paar dagen weer vuil. Dus de overheid, de instanties, SWM, iedereen die hiervoor verantwoordelijk is, heeft een taak hierin om te zorgen dat die mensen daar gezond blijven. En ik hoop bij God niet dat het kind wat nu overleden is, daarmee te maken heeft. Maar het zou mij niks verbazen. We hebben de berichten vanuit de kant van de autoriteiten gehoord. Op dit moment is de VP in de waarneming en hij maakt bekend dat al die berichten die zo rondgaan fake berichten zijn en dat het andere stokers zijn. U heeft de melding gemaakt dat er boot is omgekanteld. Dus ook u valt daaronder. U heeft een presentatie gehouden in DNA. Er is weer gesproken dat het stof, dat het middel gevaarlijk is en dat het cyanide is. Hoe gaat u om met de wijze waarop de overheid aan één kant omgaat met informatie die u eigenlijk deelt? Nou, kijk, dat die boot gekanteld is, komt niet van mij. Iedereen heeft die filmpjes gezien, met die witte pick-up filmpjes. Mensen maken zich zorgen, want die bootsman die voelde al dat er iets niet klopte. Hij is stiekem in die zakken gaan kijken. Hij heeft bijna ruzie gekregen met die Chinees, maar hij is niet de eigenaar van die boot. En hij heeft netjes zijn werk gedaan, maar hij heeft alles opgefilmd, gefotografeerd en duidelijk gemaakt van er is een boot daar gekanteld. Er zijn die dode vissen daar bij Tonke-eiland. En dat komt overeen met de stroming van het water. Die vissen zijn niet bij Tonke-eiland misschien direct doodgegaan. Maar, ik heb het al gezegd, een gevolg van ijzercyanide in het water zijn cyanobacteriën. Dus niet alleen die cyanide die ze vlak daar bij het stuwmeer hebben gebruikt. Want het gaat niet alleen om die boot die gekanteld is. Vlak daar bij het stuwmeer, op de rand van het stuwmeer, in het gebied Kwangu, ten zuiden van Stong-eiland, is er een groot gebied waar men met goudwinning bezig is. En vlak daar hebben ze een site gehad waar ze met cyanide bezig waren. Dus ik weet niet of het 1 maand was of 2 maanden, maar Assam Bos. Mensen zijn erachter gekomen dat er vlak daar met cyanide is gewerkt. Die Chinees heeft blijkbaar snel zijn spullen gepakt en wilde hals over kop zijn spullen veiligstellen. Ik hoor bij Sarakreek. Maar waar die boot gekanteld is, is in het westen. Dus ik weet niet of ze via het westen naar beneden gingen varen om daarna naar het oosten te varen, richting Sarakreek. Dus dat vermoed ik wel. Maar dat die boot gekanteld is, komt niet alleen van mij.
En het feit van dat er nu vanuit de regering wordt gezegd dat er paniek wordt veroorzaakt door mensen die zomaar dingen zeggen, dan heb ik wel iets van, jullie geven zelf aan dat jullie hoge concentratie aan cyanide in het Stuwmeer hebben gemeten. En nu komen jullie met de correctie, nee, het was niet in het Stuwmeer, het was in die mining site waar jullie een sample hadden genomen. In het Stuwmeer zelfs hebben jullie niks gemeten. Nou, Probios heeft daar ook niets gemeten. Niemand hoor ik horen zeggen van dat andere mensen cyanide in het Stuwmeer hebben gemeten. We hebben wel geconstateerd dat er een boot is omgeslagen. Het heeft blijkbaar meerdere consequenties, waaronder die cyanobacteriën. En dat is zichtbaar, dat is aantoonbaar. Dat heb ik hier onder de microscoop gevonden. Dat heb ik ook doorgestuurd, de foto's. Dus niemand kan dat ontkennen. Maar wat ik vreemd vind, is dat de overheid grote, grove fouten maakt. Dat zij een sample hebben genomen en ze geven in de media dat het uit de Stuwmeer komt. Daarmee ga jij ook grote paniek veroorzaken. Jij bent eigenlijk de oorzaak van deze problemen. Als jij je werk goed doet, als je alles punctueel neemt, als je weet waar een monster is genomen, ga je niet lopen gillen dat het uit de Stuwmeer is. Ik ben blij dat ze erkend hebben dat het om cyanide gaat, wat die Chinese goudzoekers gebruiken. Maar als jij gaat aangeven dat er zulke grote hoeveelheden in de Stuwmeer zijn, dan ben jij de oorzaak van deze verwarring en van deze paniek die nu bij de mensen is. En dat wil niet zeggen dus dat die mensen zich geen zorgen moeten maken, maar jij bent ook een grote oorzaak daarvan. We hebben ook beelden gezien van bewoners waar een bewoner bijvoorbeeld die haar dokter kwijt is, wiens hond is overleden. De vicepresident is ook geweest, SWM is ook geweest, die hebben gezegd het water is veilig, maar op de dag van aankomst hebben ze niet direct gedronken. Ze hebben eerst gewacht totdat ze het hebben gespoeld om dan van te drinken. De VP heeft ook drinkwater gebracht naar de mensen toe. Wat vindt u van de kwaliteit van onderzoek die er wordt gedaan? Want er zullen wel mensen zijn die ziek zijn geworden. En die zouden toch diepgaand onderzocht moeten worden van oké, waardoor ben je ziek? Wat heeft gemaakt dat je misselijk wordt? Hoe is die en dat overleden? Het zou tot een rampgebied gezien moeten worden. En dat er de echte deskundigheid daarop wordt losgelaten. Ja, het is jammer. We hebben BOG, die kan duidelijk meten, die kan watersamples nemen. SWM, die doet dat, zou dat ook moeten doen, want die hebben ook een laboratorium. We hebben nog andere instanties die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid, voor ons milieu. NIMOS gaat zelfs niet kunnen meten, want zij hebben geen laboratorium. Ze zijn afhankelijk van anderen. Maar het ministerie van Volksgezondheid, die heeft het BOG. Hoe komt het dat wij daar nog niks over hebben gehoord? Hoeveel watersamples hebben ze ondertussen genomen? Er wordt gezegd dat er geen cyanide is gemeten. Dat kan kloppen. Maar waarom praten ze niet over die cyanobacteriën die wij duidelijk hebben gezien? En hoe is het filtreersysteem, het drinkwatervoorziening? Hoe maakt men de filters schoon? Wat voor filters gebruikt men? Hoe vaak maakt men dat schoon? We hebben al eerder gehoord dat er problemen waren met het water, de kwaliteit van het drinkwater van Bronsweg. Het is niet van vandaag. Het is al iets dat veel langer speelt. Het gaat niet alleen om die cyanide of die cyanobacteriën. Er worden met heel veel vieze spullen gewerkt, ook met kwik, in het Stuwmeer. En er komen andere stoffen vrij bij de goudwinning. Men gebruikt brandstof, noem maar op. Zoveel vuiligheid komt in het Stuwmeer. Het is absoluut onvoorstelbaar dat uit het Stuwmeer eigenlijk een riool van chemicaliën drinkwater voor de mensen uit Bronsweg wordt gehaald. Het is gewoon wachten totdat er mensen ziek worden of doodgaan. Het is niet of dat gaat gebeuren. Het is gewoon alleen van wanneer gaat het gebeuren. En dat moet duidelijk zijn. Je kunt geen water uit de Stuwmeer, uit zo'n zwaar vervuild gebied waar er zoveel goudwinning en andere activiteiten plaatsvinden. Daar kan je geen drinkwater voor die mensen uit de kraan voor de kraan halen. Het is absurd. En ik kan me er gewoon niks bij voorstellen dat mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, dit ook nog een keertje in de doofpot willen stoppen. Het gaat om mensenlevens. Het gaat om, ik bedoel, ik kan ook daar gaan en denken van, het water is schoon, het komt uit de kraan en ik ga het drinken en morgen ben ik ziek of ben ik dood. Hé, waarmee zijn we bezig? We hadden de vorige keer ook al gesproken over hoe het naar binnen komt. We hadden zo'n beetje gesproken over het netwerk dat er bestaat. Als we de laatste ontwikkelingen bekijken, dan zien we dat mevrouw Asawini is aangehouden. Iemand die zich luid en duidelijk heeft uitgelaten over de situatie daar, wat er gebeurt.
de eigenaren, de veroorzakers van eigenlijk die ramp, die lopen nog steeds vrij. De concessiehouders of de concessievelden zijn bezocht en onderzocht, is ook niet duidelijk aan ons gemaakt. Hoe zit het met de betrouwbaarheid? Hoe ziet u de case van mevrouw Asawini? Hoe is het bij u overgekomen? Nou, je hebt heel veel zaken aangehaald en ik kan u heel veel vertellen. Toen ik met mijn eigen onderzoek bezig was, heb ik de recherche Nieuwe Grond daar ontmoet. En ik ga geen namen noemen, maar deze mensen hebben gezegd, meneer Sleur, we hebben u nodig. U gaat informatie aan ons moeten geven. Ik heb heel veel informatie doorgegeven. Echt heel veel, van foto's, van namen en noem maar op. En we zien dat deze mensen nog steeds vrij rondlopen. En er wordt gezegd van, we weten wie deze mensen zijn. En achter de schermen hoor je ook van, hé, deze mensen hebben hoge banden met mensen in onze politiek. Mensen hoog in de politiek. Hoger kan bijna niet. Dan weet je al dat zaken, dat die zo bekende blinde muren hier in Suriname weer gaan spelen. Mensen durven hun werk niet te doen bij de recherche. Maar ze gaan wel een vrouw die opkomt voor ons milieu, voor de gezondheid van die mensen daar, die duidelijk, terwijl het duidelijk is aangegeven dat er een probleem is dat deze mensen met cyanide werken. Wat bij wet verboden is, alleen industriële bedrijven mogen met cyanide werken, mogen het importeren, mogen het gebruiken en noem maar op. En deze vrouw wordt gearresteerd. En ze wordt nog het land uitgezet. Die vrouw heeft het Kumbaté hier begraven, daar in het binnenland. En dan wordt zij het land uitgezet en die buitenlanders mogen hier kak komen doen in ons land. Hé, dat maakt me boos. Dat maakt me vreselijk boos. En ik kan me niet voorstellen. En ik hoop dat de Gramang en de mensen daar in het binnenland duidelijk zeggen van, Asani is nomang. Anomang. Het kan niet. Welke kant denk je dat? Hoe ziet u de kant dat we nu opgaan met het land? Dit is, ik zat wel, niet hadden kunnen indenken dat we op deze wijze zouden omgaan met burgers van het land. Leiders, de personen die het beste voor ons hebben zoals ze dat vertellen. We hebben het hier over het parlement, we hebben het hier over de regeringsleiders. Want de president is nog niet openlijk naar voren gekomen hierover ook. Nou, kijk, we weten eigenlijk al heel veel jaren dat er met kwik wordt gewerkt. We weten al heel veel jaren dat mensen in ons binnenland hoge kwikwaardes hebben. Het is omdat mensen niet meteen doodvallen dat men het gaat accepteren. Want die mensen in het binnenland, die blijken blijkbaar geen Surinamers te zijn. Daar komt het bijna op neer, dat ze niet als Surinamers worden beschouwd. Nou, ik vind dat vreselijk triest. Rapporten worden onder in lades gezet, ze worden weggestopt, ze worden in de doofpot gestopt. En men doet alsof er niks aan de hand is. Er zijn zoveel ministeries die zich hiermee moeten bemoeien. Geen één ministerie, geen volksgezondheid, geen natuurlijke hulpbronnen, geen regionale ontwikkeling, ministerie van Milieu, die zich ooit hebben bemoeid met het milieu, met het kwikprobleem. Niemand heeft zich echt erover uitgelaten. Hier in de stad wordt er met kwik gewerkt, goud wordt gezuiverd, hoge kwikdampen. In 2006 was het zo, 2011 was het zo. Nu is het nog steeds zo. Ik bedoel, het is nooit veranderd. Men gaat gewoon door en elke keer doet men alsof men het wiel opnieuw heeft uitgevonden van, oh, er zijn hoge kwikdampen in de stad. Dat is er al heel lang. En men heeft er nooit iets tegen gedaan. Mensen worden daar langzaam verziekt door die kwikdampen. Mensen, het is een chronische vergiftiging. Mensen gaan vroeger dementeren of ze gaan andere zenuwproblemen krijgen of nierproblemen. Maar één feit is, mensen gaan ziek worden, mensen gaan doodgaan. En dat is die onzichtbare sluipmoordenaar wat kwik is. Cyanide, dat zijn we ook al snel. Mensen worden, raken meteen in paniek als ze dieren dood zien gaan, als ze vissen dood zien gaan en noem maar op. En dat is dus wat er nu gebeurt. Men is zich bewust van dat het om het zeer giftige cyanide is, want dat is acuut gif. Kwik is chronisch gif. Dat duurt jaren voordat je die kenmerken daarvan gaat merken, die symptomen van vergiftiging, dat je ziek gaat worden. Het kan ook snel gaan als je een schaaltje kwik in je kamertje gaat zetten en binnen 3 dagen heb je acute kwikvergiftiging. 7 dagen later kan je dood zijn. Of 8 dagen later. Je gaat dood uiteindelijk. Die chronische kwikvergiftiging gebeurt of in de goudvelden of via die vis die nu heel veel kwik heeft. Cyanide maakt alles meteen dood. Mensen zien meteen van, hey, Asani is no boom. En ik ben blij dat die mensen in het binnenland zich bewust zijn. Ik ben blij dat ze... Ik bedoel, je voelt het ook.
awatranobong. Het ziet er niet gezond uit. Het riekt misschien zelfs ook nog. Baby's worden ziek. Je huisdieren gaan dood. Dan is er toch iets aan de hand. Dan hoe kan je nog als overheid zeggen, er is niks aan de hand. En je stuurt geen experts of deskundigen erop af om onderzoek te doen. Het enige wat je doet is roepen van, er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Daarmee ga je mensen niet geruststellen. Daarmee ga je het probleem niet oplossen. Daarmee ga je jezelf ook niet geliefd maken. Daarmee ga je jezelf eigenlijk de grond inboren. Want als regering word jij dan niet meer geliefd. Jij moet als regering optreden om het belang van het volk te dienen. Niet van een paar buitenlandse goudzoekers die ons binnenland aan het vernietigen zijn. Kijkers, dit was Kulturu TV met de heer Erland Sleur. Wij bedanken meneer Sleur voor dit moment met Kulturu TV. En we zijn terug bij u de volgende keer. Thank you. Ik kan niet wachten voor morgen te zeuren. Vader, dag mijn vader, ik kom me halen. Amen. Wat gaan we morgen met je vader doen? Jongen, je weet waar we dit keer gaan. Dit keer gaan we naar Wakapasi. Wakapasi? Ja, Wakapasi. Oh. Ik heb gehoord dat je vader een gouden ketting voor je heeft gekocht. Jongen, die ketting is 24 karat. Nanga somtee. Oei, dat ga je morgen echt veel. Shani, wat is er met je? Ik niet vandaag hoor, ik ben niet in de moer. Shani, zeg ons gewoon wat je in dit man. Nee, meneer, zie je papa zien. Shit man, zo weet. Nee, nog dit niet thing. Big up, Koos. Hey man, Shani, dat is een beetje erg man. Hey, mijn moeder geraakt het toen ze zwanger was. En dat moet op een andere dag wel pijn doen, man. Hij gaat me net als een big boy voor. Shani, je moet niet zo van doen. Alles komt goed. Het moet goed komen, ga die mandaat bewijzen. Toch, Shani, zo hoort het. Oh, wat ga je bewijzen? Wat ga je bewijzen? We gaan ook al die ranti jaren, juffrouw, kijk hoe ook dan. Ranti? En ook niet, want ranti betaalt nu ook tijd. Het maakt niet uit, ik ga iets goed worden, maar sorry. One bar van Ayabe. Ja, ja, je tijd is maar van Ayabe. Ik hoor de jury op, want jury doen belachelijk. Weet je wat je aan hebt, is belachelijk. Bebe, bebe, bebe. Ik heb een vader. Shani heeft geen vader. Kees, hoe kan je dat zeggen? Weet je, als je vader je ik zeg, moet je het op ijs schrijven hoor. Toch heb ik een vader, daarom is Shani zo mager. Ik heb wel mijn moeder, daarom is je voet zo wit als moeder. Jesus Christ. Dat had je een minister of een directeur. Atro wa leerkracht of wa inspecteur. Dat je een bar van Ayabe. Ja, ja, je tijd is maar van Ayabe. Of trouw regisseur, of kan dat trouw president adviseur.